Kijk, dit zijn die L-elementen waar ik het net over had. Ze zijn van beton, heel groot en dus super zwaar. Ik denk dat ze wel 150 kilo per stuk wegen. Dat gaan we ook niet met de hand doen, dat is niet goed voor de rug. Dat doen we met de kraan en dan komt er een speciaal happertje aan. Die pakt ze op en dan kunnen we ze precies op de goede plek zetten. En dat is een heel nauwkeurig proces. En dat is met zo'n groot terras natuurlijk wel een hele uitdaging. Take to the sky. In tegenstelling tot een beetje de parkachtige tuin die we gaan maken, gaan we hier juist bij het huis enorme terrassen maken. Nou, we hebben ook te maken met een hoogteverschil. Dat moeten we opvangen. Daarvoor gebruiken we deze jongens. Het zijn betonnen L-elementen. En in feite kun je die modulair bouwen in elke vorm die je zelf wil. Ja, die muur gaan we helemaal rondom doortrekken. Hier komt dan een prachtig tegelterras op. Die komen ietsje over te steken. Dan gaan we die muren nog aansmeren met cement. Dus dat geeft een hele mooie look. Maar je ziet nu al duidelijk de contouren van de tuin ontstaan. En dan zie je hier ook een lagere bak. En die komt eigenlijk aan twee kanten terug. In het midden komt een hele grote luie trap. En juist die bakken zijn belangrijk. Die zijn ietsje kleiner en die verspringen ook iets qua hoogte. Maar wat ik daarmee doe is eigenlijk het hele statische eruit halen. Dat het niet een soort van mausoleum wordt met een trap en dat alles recht is. Maar het maakt het net even wat speelser. En hier komen dan meer stammige bomen in. Siergrassen eronder. Wordt echt een plaatje. Wordt echt een droomtuin. Ik ben heel erg blij want het hardhout is geleverd. En dat betekent dat ik kan beginnen met het dichtmaken hier van de zijkant. Er komt een hele grote, strakke, zwarte schutting gemaakt van Douglas. Maar de basis daarvoor maken we van hardhout, omdat het langer meegaat en niet zo snel rot. Daarvoor komen dan hele grote leibomen die hier achter me liggen. Tja, en als je dan voor hardhout kiest, kies dan altijd voor hout met een duurzaamheidslabel. FSC, superbelangrijk, want dat betekent dat het hout helemaal herleidbaar is tot en met de boom waar die vandaan komt uit het bos. En dat zijn vaak hele kwetsbare gebieden. Omdat er selectief wordt gekapt, één keer in de 30 jaar een perceel, wordt het bos in stand gehouden, wordt de scholen gesticht, wordt goed voor de lokale gemeenschap gezorgd. Het is ietsje duurder, maar wel een hele duurzame keuze. Lekker diep zo. Hoppakee. Ik denk dat hij bijna een meter erin zit. Dat geeft lekker veel stevigheid. We hebben die stevigheid ook nodig. Want net zoals aan de achterkant hebben we hier te maken met een hoogteverschil. Het maaiveld, dus uiteindelijk de grondslag, komt ongeveer tot dit niveau. En dat betekent dat we met planken er tegenaan gaan werken. En dat de schutting gelijk ook dient als grondkering. En daar moet het lekker stevig zijn. Nou, aan die kant hebben we te maken met een heel zwaar terras met tegels. Moet in het beton gestort worden, mag niet meer zetten. Maar hier aan de zijkant kunnen we het af met een natuurlijk duurzaam materiaal. Niet alleen goed voor de droomtuin, maar ook voor de droomlijn. Ja, je ziet het al. Het super rechtstellen van al die palen is een behoorlijk klusje en moet super goed gebeuren. Anders zou het betekenen als er een paal een beetje uit het lood staat of niet goed in rij of in lijn. Dat betekent dat je schutting die we straks gaan maken met planken zal gaan golven. Dat is natuurlijk super leuk omdat het een heel groot strak element wordt. Maar zo gaat het goed. We hebben eerst alle hoogtes uitgemeten met een laser. Dan weet je precies dat het klopt, maar dat kun je thuis ook doen met een waterpas en een lijntje. Volgens de voorbereiding het halve werk, lijmklemmetje erbij, dat de planken goed vast blijven zitten. Vervolgens gaan we het voorboren. Super belangrijk dat je daar een hele scherpe, goede boor voor gebruikt. Want het is hardhout, anders breken je schroeven af. En als dat half vast gaat zitten, krijg je het ook nauwelijks meer los. En natuurlijk RVS schroeven, ook weer van een goede kwaliteit. En dan komt het helemaal goed. Kijk, dit is hem dan uiteindelijk geworden. De 80 bij 80 carbon look schellevis tegel. Een hele mooie grote strakke tegel. En die gaan we dus overal op de boventerrassen toepassen. En dan natuurlijk in combinatie met al die muren gemaakt van L-elementen die we nog
aan gaan smeren met cement. Dat wordt hartstikke mooi. Maar ze zijn heel erg zwaar, dus daarom gaan we ze tillen met een soort van zuignap op de kraan. En dan komt die precies op de goede plek te liggen. En die mannen hebben het mega strak afgewaterpast, gevlijt. Dus het moet goed komen. Het is wel een spannend moment. We hebben alle L-elementen geplaatst als hoogtekering om te zorgen dat we een strak terras krijgen. Maar dat zijn vooralsnog losse elementen. Die staan wel met de voetjes in het cement en wapening, zodat ze niet meer gaan bewegen. Maar wat je natuurlijk wil is dat dit één geheel wordt. Nou, wat we gaan doen is we gaan hem een soort van stukken. We gaan hem behandelen zodat er een mooi laagje op komt. Maar dan wil je wel zeker weten dat het niet op een gegeven moment eraf gaat vallen. Nou, omdat het betonelementen zijn, gaan we ook met zandcement, ook een soort van beton, er tegenaan werken. En dan weten we zeker dat het goed komt. En het geeft een hele mooie natuurlijke uitstraling. Zal ik je eens even helpen? Yep. Yep. De kunst is om het aan te brengen, maar het moet niet te netjes. Dan gaan we het nog afborstelen, dan krijg je een beetje een natuurlijke look. Maar ik krijg wel gelijk super veel respect voor stucadoors en metselaars. Dan snap je ook waarom die grote spierballen hebben. Dit is toch wel heel erg gaaf. We hebben hard gewerkt. Je begint nu al een beetje een indruk te krijgen hoe dat gaat worden. Die grote terrassen, die keerwanden. Nou, volgende week gaan we verder. Dan gaan we de trap erin maken. En dan gaan we hopelijk ook beginnen met het plaatsen van het bijgebouw. Ik zeg tot dan.